ja, voor de laatste keer waarschijnlijk dat we in deze setting hier zo zitten. We zijn benieuwd hoe we dat volgend jaar gaan doen. Net al even met de burgemeester over zitten overleggen. Zo. Er is een café in het nieuwe gemeentehuis, heb ik begrepen. Dus waarschijnlijk vinden we wel een plekje waar we door... Van Herkenpot. Ik krijg ook dat niet. Zo, dat niet. Ondanks de voorspelde slechte opkomst van de kiezers tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, heb ik toch besloten ervoor te gaan. En dat is best pittig. Maar waarom nu een nieuwe politieke partij opgericht? En waarom me niet aangesloten bij één van de al gevestigde van de komende verkiezingen? En toen wist ik, ik begin een eigen, nieuwe lokale partij, DVD lijst 11. Hiervoor hangt mijn poster. Het eerste wat ik nodig had, waren 11 personen voor op mijn lijst. Ik heb 70 mensen gevraagd. En allemaal wilden ze het doen. Dus geen Agnes Godsgerrits tafereel, maar wel twee. De rotondes worden inmiddels gecommercialiseerd. Die zullen binnenkort van de nodige reclame worden voorzien. Van zo'n soort reclamezaal wil ik er ook wel een stuk of 10. In die Damse kerk, zo'n 35 meter hoog, Nelliebeck's reclame, ik zie het wel zitten. Ik betaal wel. Ik schilder het wel op met mijn vrienden van de Pitten. Partij te beginnen. 3, dus moest ik verder opzoeken. Op een avond zeg ik tegen mijn adjudant Jos Smits: ken jij niet iemand die aan onze profielschets wil doen? Jawel hoor, zei Jos. Zonder opa 10 jaar lang in de naaldenstoel gezeten. Dus financieel zit het alsnog. Met Frank hadden we dus, om met Hans Stijn nog een keer te citeren, een goede lijstduur en een man met ervaring binnengehaald. Het team was compleet. We konden bijna gaan campagne voeren. Ja, alleen nog even 11 op basis van jouw 16 jaar lange ervaring. Peter zal dan die punten met jou bespreken. Ik denk dat we met deze opzet hier vanavond stemmen gaan binnenhalen, Frank. We gaan beginnen. Ja, ik zie dat Natasja die is er al. Ja. Natasja, wat is jouw vraag over dit onderwerp? En Frank die staat er open om te beantwoorden. Ja, ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben van de nieuwe online krant Stem van Montfland. En ik heb een vraag aan de wethouder Frank Wissing. Frank is bij vorige week bij het politieke debat geweest in het Albertusgebouw. En tijdens de avond deed jouw CDA-collega Tanja een nogal concrete uitspraak. Dat ging over beschikbaar stellen van 250.000 euro. Voor het onderdak van de carnavalsvereniging en binnen de gemeente Montfland. Nou is mijn vraag eigenlijk, hoe is dat nou precies bedoeld? Ja, hoe is dat bedoeld? Komt een beetje uit onze koker. 250.000 euro eenmalig is 25.000 euro per jaar. En als je voor 25.000 euro per jaar in de hele gemeente een probleem op kunt lossen voor wagenbouwers, dan is het dubbel en dat was de wagen waard. Zo. Een bouwgeneratie van de seks, drugs en rock'n'roll. In die tijd waarin alles mocht en niks moest. En de 16 jaren van nu moet je van alles en mag je niks meer. Ben ik eindelijk 16 jaar, gaan die mensen in Den Haag bepalen dat ik voor mijn 18e niet meer mag drinken en roken. Lijkt af en toe wel of ze in Den Haag zelf bezopen zijn. Maar toch snap ik ook wel weer. Zeker als je soms ziet wat alcohol en drugs soms met jongeren doet. Burgemeester, ik beloof u dat wij onze rol grotendeels aan uw NIS 18 beleid zullen houden. Maar carnaval is ook een heel klein beetje gek doen, toch? Dus, Prins Rob de Eerste, als ik nou s'avonds na het carnavalsfeest even langs de Wilseweg 13 aanlangs kom, dan krijg ik voor jou toch wel een biertje, hè? Ja, graag dat. Okay, voor mij in de kroeg, zoals voor een verrijden, ze hadden zelf wat te doen. Oh, maar de kantine, mijn team stelt het bang. Voor mij alleen een voor aan oude overheid bedacht. Hoewel u nu dicht
spaarcentrum niet aan te spreken. En hoeft er dus niet meer zo vaak naar de reservebank worden gekeken. Misschien dat er nog een andere wethouder of raadslid is die ledverlichting beschikbaar wil stellen. Dan zullen we de naam van die betreffende partij zo vlak voor de verkiezingen aan iedereen doorgeven. Er is steeds meer verkeersborden bijgekomen, waardoor de verkeersveiligheid alleen maar is afgenomen. Ook de hoge onderhoudskosten en de verslechtering van het straatbeeld spelen hierbij een grote rol. Weg met het overschot van verkeersborden. Het staat echt veel te vol. De gemeente beslist uiteindelijk welke borden in Montfland mogen blijven staan. En de rest kan worden afgevoerd naar Benny Koertjes. Dan verdient hij er ook nog wat aan. Graag voorover in deze. Ik ben zeer benieuwd, Frank, welke wervende tekst voor de DVD jullie daar volgende week als eerste op gaan projecteren. Ja, dat hebben ze heel mooi stukken daar. Mag ik maar meteen. Ik zou zeggen, 19 maart, dan zijn de verkiezingen. En 20 maart komt allemaal naar Stukken, dan ben ik je. Toen vond ze een hoogstbrutale brief van Diavaan met de tekst 1 februari moet hij eruit op de macht. Natuurlijk is het zo dat door de steeds maar weer veranderende Haagse regels je soms onsympathieke maatregelen moet forceren. Maar als je daarbij de menselijke kant uit het oog verliest, dan is het toch terecht dat de gemeenschap besluit zich massaal tegen je te keren. Via een duidelijk collegeadvies aan de gemeenteraad ervoor willen zorgen dat er geen enkele ouder meer uit eigen wil Meulenvelden verlaat. En als er dan toch iemand moet zijn die uit Meulenvelden verdwijnt, dan is het maar die vervelende diavaan meneer, Wil ten Westeneind. Ja, ik ben juffrouw Jansen, hè. En ik woon op kamer 4. En de mensen willen al eens praten. En daarom kom ik hier. Ik heb thuis geen hond of kraai, geen poes en zelfs geen papegaai. Ik voel me zo alleen. Zo moederziel alleen. Ik was een heel klein meisje. Uit een groot gezin. De ooievaar die vloog bij ons het venster uit en in. Tweemaal een drieling kreeg mijn ma. Toen kwam er nog een tweeling na. Maar ik kwam alleen. Zo moederziel alleen. Op de bakvis, Willoos was mijn naam. De gevraai met jongens, dat was mij niets gedaan. En al mijn zussen trouwden dra, de ene voor, de ander na. Maar ik bleef alleen, zo moederziel alleen. Jaren zijn verstreken, grijzend werd mijn haar. Ik ben toevallig gisteren net 65 jaar. En als ik wel eens een man zag staan, dan keek helaas hij mij niet aan. En zo bleef ik alleen, zo moederziel alleen. Ik raad aan juffrouw Jansen alle meisjes aan, om maar zo gauw mogelijk een man aan de haak te slaan. Want als je wacht tot later weer, dan wil jij wel, maar hij niet meer. En dan blijf je alleen. André, die Damse verenigingen, gezellig biertje drinken, iedereen is 18, behalve de jeugd, ja, maar ja. Dank u wel, mevrouw de burgemeester, dat u even naar mij wou luisteren. Ja, ik hoop wel dat ik hier en hier dan mag blijven. Ik woon hier nog maar net op kamer 4. En nou moet ik de missie nou weer uit. Zou u nog niet eens een keer kunnen praten met die meneer met die dure naam? Of dat bedrijf met de dure naam? Dan zou ik u een heel
dankbaar voor zijn. Ja, ik praat ook namens mijn medebewoners. Dank u wel voor uw aandacht. Want er staan de koeien nog te grazen. De politiek blijft toch steeds. En had ik wereld nee verbazen. Nee, geloof me. Zij kriegen me hier zo wel weg. Er is voor mij niet echt geen toekomst meer. Geen her of ster. Een hele mooie tas van de gemeente aangeboden, waar ze al hun spulletjes in kunnen. Hè? Want ja, als je 5 bureaus zet en je 10 ambtenaren, ja, dan kun je hier ruzie voor de foto neer mag zetten. Dus, hoe vind je vervelend dat hij zelf daar niet zo'n mooie tas mee kreeg? Ik woon 1 april hoger. En dat is geen mop. Dan ben ik er nog net. Dan ga ik er nog naartoe. Een paar werken zitten er nog. Dus er ook een kastje, sluit je dat kast of de tas erin. Ja, en dan is het voor mij afgelopen, ja, eind april. Dus dat is nog een beetje wennen, denk ik. Maar ik sta er helemaal achter en ik vind dat een uitstekende besluit hebben genomen. Die komen allemaal te zitten in een prachtige kracht van machten voor de leeuwen geworden. En daarom durf ik als prins Rob de Eerste wel te stellen: hulde aan dorpsgenoten die bij de verschillende partijen. Niet voor de voet wegwerken en dan gooi je erin. Terwijl ik wel een klein beetje, ja, van onder de indruk mag zijn, ik denk van, ik kan niet doorreizen. Maar goed, ik sta een beetje kijken en ik denk van, ja, eigenlijk word ik er wel een beetje trots van. Als ik dan niet zo kijk, ik kijk naar de poster, ik zie er van alles op staan, ik denk, hé, ik zie groen, voetballen, ik zie blauw, schutterij, ik zie rood, drum van vader, ik zie door rood en blauw van de carnaval, ik zie er alles in terugkomen. Ik denk, potverdikkie, dat is een lies, dat is lol, dat is eigenlijk wat ik er geef. Ben jij de grootste of toch het wel? Ben jij met die naar straks nog die ketting? Wie krijgt er straks die strijd? Het gaat om door de visie. Kunt grasvelden mengen naar lol? Wie zijn er straks de helden? Starters, woning, een brede school. Parkeerruimte kan net een lol. Hey, van mond verlangt, maak het hart in die zwaai zijn beland. Denk wel aan ons dorpsbelang, en zet dus op die losse. Hey, boom, mond verlangt, maak het uit wie kiest bij zijn belang. Denk wel aan ons dorpsbelang, en zet dus op die losse. Eikeloof van Bosvak. En als ik nou hier aan die mannen vraag,
wat wilden jullie, als je vroeger kind was, hè, nog zeg maar begin lagere school, en wat stond er dan in het lijstje van de beroepen die je uit wilde gaan voeren? Want bij mij stond erbij, ik wil graag brandweerman worden. Brandweerman, dat is een heel bijzondere taak. Want die zijn stoer, die gaan op brand af, dan moeten ze echt in actie komen. Die zijn sterk, die zijn snel, maar ze zijn ook heel sociaal en heel zorgzaam. En dat is een mix van factoren die heeft niet iedereen. En ja, ik ben geen brandweerman geworden, maar er zijn wel mensen hier in die dam die brandweerman zijn geworden. Een ploeg van 25 man, waarvan er 3 vrouwen zijn. Ja, hier in de omgeving hebben we natuurlijk al heel wat grote branden gehad. Eentje was misschien niet zo groot, maar wel zeker zo indrukwekkend. Alle gevolgen van dien, dat is bij de familie Iddink. Maar het is natuurlijk ook de brand bij Renza, of bij ProMens, of bij de Inkfabriek, of bij de Boekhorst, of bij T-Max. Dat zijn nog alle branden geweest. En dan nog al die branden die er bij families thuis zijn geweest, hè, waar de gevolgen zeg maar, minstens zo erg zijn, wat minder groot, maar de impact net zo groot. En daar gaan die mannen die gaan daar op af en die gaan daar aan het werk om het ja, in de kiem te smoren of zo gauw mogelijk via dit jaar. De verdiensten die dan is, zijn en dat we hen het eikenloof van Boslag gaan overhangen of omhangen. En ik ben er aan mijn rechterzijde, zijn er 2 van de ploeg hier aanwezig. Die zou ik naar voren willen vragen, zodat dat wij jullie, ja, dat vind ik natuurlijk wel mooi dat het 2 brandweermannen uit ons zijn. Maar als er 2 anderen hadden gezeten, hadden we het ook mooi gevonden. Maar dat onze prins Rob de onderscheiding om mag hangen. En dat zou ik jullie willen vragen. Kom er rust bij staan, want dit is een keer is ook voor jou. En nou weten wij dat jullie altijd op woensdagavond oefenen. Ook wel een keer een geitje uitgehaald, omdat er zogenaamd brand was bij de slothaven. Dat jullie daar een oefening hebben gehouden in een brandweer, in de schuur, zeg maar waar wagens gebouwd worden. Maar in het verleden is er ook echt een keer een wagen in de hens gegaan. En toen hebben de brandweermannen die toen zeg maar, die wagen gemist hebben, die hebben ook een eikenloof gekregen. Als onderscheiding van de vereniging, maar nu krijg je hem als verdienstelijke Didammers. Maak een hartelijk applaus en op die woensdagavond na het oefenen zorgen wij dat er een biertje is om het met jullie collega's te vieren. Maar een biertje is wel blij.